Hoi, leuk dat je kijkt. Deze editie van de Tilburgse Kermis struin ik de kermis af op zoek naar de zogenoemde attractieklevers. Je kent ze wel, dat zijn die mensen die bij een attractie staan te wachten omdat ze er niet in durven, omdat dat ze net niet in het zitje passen. Welkom bij Oké, Houdoe. Meneer, heeft u al een kaartje gekocht? Nee, we hebben nog geen kaartje gekocht. Nee? Nee. Is het wel de bedoeling? Ik word al miskozen naar kijken. Het is mooi om naar te kijken, maar niet om zelf te doen. Waarom niet? Nou, ik ben bang dat het kostmisselijk uitkomt. Oh ja? Ja, dat denk ik wel. En daar heb jij niet zoveel last van. Alleen de mensen hier beneden staan, die voelen opeens nattig. Ja, of de buren die achter voor je zitten. Nee, dus mooi om te kijken, maar niet om te doen. Hoe lang kun je naar zoiets kijken? Nou, niet zo heel lang hoor. Word je dan ook misselijk? Ja, word ik ook misselijk van. Ja, snel misselijk dus. Snel misselijk type. Waar ga je wel in? Zijn er attracties waar je in gaat? We lopen een beetje rond, maar... Draaimolen. De draaimolen, die gewoon zo gaat, met paarden en hobbelpaarden. Precies, en dat gewoon wat een beetje dit doet. En rustig aan, rustig aan. Ja, wie van u zit in de draaimolen? Mijn kleinkinderen zitten erin. De kleinkinderen? Ja. En hebben ze naar de zin? Zou te zien, hè? Eerste dag, dus het is allemaal nieuw weer. En welke zijn van u? Even kijken. Hier, het jongetje in de groene t-shirt en het meisje wat hierachter zit. En de dame in de blauwe auto. Ja. En wat gaat er door u heen als u naar uw kleinkinderen kijkt in de draaimolen? Brengt u dat terug naar de tijd dat u zelf in de draaimolen zat? Nee hoor, die kan ik me niet meer herinneren joh. Huh? Daar ben ik echt oud. Nou, zo lang is dat toch nog niet geleden? Nou, dat is toch wel echt lang geleden. Maar meer aan de tijd dat mijn kinderen erin zaten. Precies. Ja, ja. En hoe voelt dat? Leuk! Ja? Als Tilburgse, dan is de kermis toch hartstikke leuk. Zijn jullie te kijken naar iemand die in de attractie zit? Ja, er zit een mevrouw heel misselijk te zijn en daar genieten we een beetje van. Welke mevrouw zit heel misselijk te zijn? Die zo zit de hele tijd. Kennen jullie haar? Nee. Oh, jullie... Nee, het is gewoon leedvermaak. Het is gewoon leedvermaak in het voorbijloop. Ja, klopt. Ja. Zijn jullie wel van plan om erin te gaan of niet? Ja, wij... Oh, jullie hebben tickets. Ja. Beetje nerveus of hebben jullie al vaker ingezeten? Ik heb nog nooit ingezeten. Nog nooit? Nee, nog nooit. Maar ik vind het wel heel leuk. Veel plezier! Dankjewel. U kijkt heel blij naar uw dochter. Ja, ik ben ook erg blij met haar. Ja. Ja. Is dit de eerste keer dat u haar loslaat in een kermisattractie? Nou, nee, maar wel op de Tilburgse kermis. En wat gaat er door u heen als u naar haar kijkt? Nou ja, het is gewoon heel fijn om haar te zien genieten. Hier is het vakantie voor, toch? En gaat u vaker naar de kermis? Nee, helemaal niet. Want eigenlijk hou ik er helemaal niet van. U staat hier volkomen tegen uw zin naar uw dochter te kijken. Ja, maar ja. Weet je, als we dan toch moeten omrijden om bij de oogarts te komen, dan kunnen we net zo goed van de nood een deugd maken. Lisa, zo naar boven te kijken. Do you know someone in that attraction? Yes. Oh my God, who? My friend Shahzad. A small friend. Yes. And she's not afraid. He is not afraid. No, I don't think so. I want to go too, but really? I eat before and I don't want to vomit. But you're not afraid of heights or something? No. Wow, no. You are willing to go up there? I love the heights. My biggest dream is to become a stewardess. I love to fly everywhere, yes. Well, when do you go up? I don't know. Maybe later together we can go there. Together? But I'm afraid of heights. I can't. I'm afraid of heights. Anyway, I help you. Ik denk niet dat ik hier onderuit kom, maar ik ga het wel echt proberen. We are alive. That's the positive thing. Yes, I have fun. You had fun, yeah. Can you please act like me while we were up? Oh my god. That was exactly me. Oh, thank you. You're welcome. Thanks. How do? How do? Yeah, what that's be by in this. Yeah. In Dutch you say how do? Well, in this part of the Netherlands, yeah. How do? Ik ben weer een beetje in het land der levende. Ik ga iets doen wat minder spannend is, namelijk eendjes vangen. Dus tot de volgende keer. Oké, how do?